Kijk, ik sta hier lekker in het boerenland, het boeren-Sallandse land, met koeien en maïsvelden. En daar vind ik een mooie parallel tussen het boeren en tussen ondernemerschap. Want, weet je, boeren zijn natuurlijk ook heel mooi bezig om de natuur te gebruiken om voor ons eten te produceren en drinken en allerlei voedingsmiddelen. En daarbij proberen ze natuurlijk om zoveel mogelijk te produceren. Want wij zijn het met zoveel mensen op deze aarde. En voor je het weet, ga je als boer, ga je maximaliseren. Ga je kijken van hoe kan ik het meeste uit zo'n koe halen? Hoe kan ik het meeste uit het maïsveld halen? En dat doen we als ondernemers eigenlijk ook. Voor je het weet ben je bezig om je winst te maximaliseren. Ja, en ik vind maximaliseren eigenlijk niet zo fijn. Want als je gaat maximaliseren, dan voor je het weet doe je op allerlei fronten doe je dingen en mensen tekort. Ik ben meer voor het optimaliseren. Dus het optimaliseren van de melkproductie of het optimaliseren van je mais. Of het optimaliseren in ons geval, zeg maar, van je winst. Ja, en wat is dan optimaal? Dat is natuurlijk ook interessant. Als je alleen maar naar je winst kijkt, is optimaal natuurlijk zoveel mogelijk. Alleen er zijn veel meer factoren waar je rekening mee te houden. Want wil jij je winst zo hoog mogelijk ten koste van je gezondheid? Ten koste van het welzijn van je klanten? Ten koste van het welzijn van de planeet? Ten koste van toekomstige winst? Ten koste van de waarde van je bedrijf? Er zijn zoveel andere factoren eigenlijk waar je rekening mee zou kunnen houden. En optimaliseren gaat er dus over dat je al die factoren eigenlijk zo optimaal maakt. En daarbij kan je dus denken aan jezelf, hè? Je bedrijf, zo optimaal mogelijk. Maar ook de mensen om je heen, de wereld om je heen, zo optimaal mogelijk bedienen. En daar optimaal mogelijk voor zorgen, zeg maar. En in de tijd, want we kunnen natuurlijk nu iets maximaliseren of optimaliseren. Maar hoe is dat dan over een jaar, over 5 jaar, over 20 jaar, over 100 jaar of misschien wel over 1000 jaar? Dus ik raad je aan om ze op te schrijven voor jezelf. Welke 3 factoren vind jij nou belangrijk in je bedrijf? En hoe kun je die dus optimaliseren voor jezelf, voor je bedrijf, voor eventuele medewerkers, voor klanten, voor de wereld om je heen, voor de planeet, nu en in de toekomst? Nou, ik ben heel benieuwd. Je mag een reactie achterlaten bij dit bericht.